morning, YouTube. Yo, gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben Jeff en ik heb vandaag voor jullie een MW3 gameplay. Ja, ik ga er eigenlijk best wel lekker en ik had zoiets nou, weet je wat, deze ga ik ook gewoon gebruiken. Want het is gewoon leuk om naar te kijken, weet je. Het is echt raggen met een nieuwe klas. Ik speel hier gewoon s'avonds laat met Kipstamper. Dit is een gameplay van de week. Nou, ik heb deze klas gemaakt. Het is eigenlijk alle snelle perks die er zijn, die heb ik gewoon gebruikt. Om mee te starten natuurlijk. En ja, ik speel zonder Blind Eye en Assassin. Nee, daar speel ik niet mee. Dus ja, het is gewoon, weet je, je bent gewoon zichtbaar. En het is gewoon lekker rachen, lekker knallen. En gewoon precies zoals ik ben, zoals ik echt aan het spelen ben altijd. Eigenlijk sta ik nooit echt stil of wat dan ook. Ja, af en toe eens even om te reloaden of wat dan ook. Maar voor de rest, ik zou zeggen, jongens, kijk gewoon lekker naar die commentary. Of tenminste, naar die commentary. Luister naar de commentary en kijk naar de gameplay. Kijk, dat klinkt beter. Oké, van de week had ik weinig geüpload. Natuurlijk wel wie is wie. Nou, we hebben vandaag weer wie is wie opgenomen. Natuurlijk weer een hele reeks voor de hele week. Dus dan kan je gewoon iedere ochtend om 7 uur keer een videootje van mij verwachten. Met allemaal gekke gasten, want dat zijn het. Het is echt lachen, joh. En op een gegeven moment ook weer mijn ribbenkast, die ging weer over elkaar heen. Nou, dat videootje, dat gaan jullie van de week weer zien. En het is gewoon erg leuk om te spelen. Vaak krijg ik gewoon door de week een vraag. Jeff, kan ik meedoen met wie is wie? Jongens, nogmaals, ik zeg het ook vaak bij wie is wie gewoon. Mijn link staat in beeld. Die staat rechts in beeld. Nou, dat heb je al gezien natuurlijk. En de link staat ook in de beschrijving. Nou, check dan gewoon eventjes in die beschrijving dan even die link. Klik daarop. Volg mij nog op Twitter. Heb je nog geen Twitter-account? Maak er gewoon eentje aan, weet je. Het is helemaal gratis. En je wordt gewoon je wordt er gewoon blij van, want iedereen laat er wat achter. Iedereen laat wat achter op Twitter. Niet alleen ik, maar ook mijn mede-YouTubers natuurlijk. Ook jouw vrienden hebben vast wel Twitter. En ja, je kan allemaal berichtjes sturen naar elkaar. Dat is, ja, ik had in het begin ook zoiets van, what the fuck moet ik nou met Twitter? Maar het is eigenlijk best wel handig en ook wel grappig. Want als ik ga opnemen voor wie is wie en ik heb zoiets, jullie kunnen mee gaan doen. Dan zet ik dat op Twitter, jongens, ik ga wie is wie opnemen. Stuur, dit keer had ik dan zo van, nou ja, stuur je gamertag of stuur even een berichtje dat je mee wil doen. Even via de Xbox, dan komt het allemaal goed. En dan kan je gewoon meespelen natuurlijk. Kijk, en dat is natuurlijk heel erg leuk. Dat ik gewoon, vroeger had ik ook wel eens trollen met subs. Daar gaat echt heel veel tijd in zitten. En ja, trollen met subs is eigenlijk altijd hetzelfde. En wie is wie is eigenlijk, het is heel erg lachen en het is ja, gewoon leuk om te doen, weet je. Dat is gewoon, ja, wat ik altijd probeer te doen. Ik probeer altijd, als ik hem dan ben, die gasten een beetje te trollen en zo. Dat is gewoon lachen. En vooral als je daar nog eens even een streak op kan bouwen. Nou, ik ga het niet precies allemaal vertellen hoe of wat. En hoe dat allemaal in elkaar steekt. Dat doe ik al een aantal keer bij wie is wie. Dus check gewoon eventjes wie is wie. Ook heb ik daar een afspeellijst van gemaakt. Dus dan kan je dat ook gewoon bekijken. Dan kun je eens gewoon alle 14 bekijken. Morgen komt deel 15 alweer online. Dus ik doe het nu al 2 weken zo'n beetje. Het is echt leuk. Heel veel leuke reacties erop. Allemaal hartstikke bedankt daarvoor. Ook alle likes en zo. Allemaal bedankt. Toch vind ik wel dat er heel weinig geliked wordt. Ik denk dat de meeste mensen dat toch wel vergeten of zo. Ik heb geen idee. Maar als ik op een videootje kom bij iemand, dan klik ik eigenlijk al direct op die like button. Ja, ook dan vind ik hem niet leuk, weet je. Dan is het gewoon van, nou ja, ik vind die video eigenlijk niet leuk. Maar weet je, voor de tijd en de moeite die erin stopt, heb ik toch zoiets van, nou, weet je, ik gun dat hem gewoon. En dan geef ik hem gewoon die like. En als ik een like geef, ja, dan wordt die ook weer weergegeven op mijn kanaal, geloof ik. En nou, in ieder geval op Twitter, daar staat er gewoon Team Dief, DeleteNL vindt de Huppelepup videootje leuk. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Zo deel ik hem ook weer met iedereen. Dus ja, dat zeg ik, Twitter, dat is heel erg makkelijk. En dat komt weer omdat ik Twitter gekoppeld heb aan mijn account. Dat kan ook iedereen doen. Dus als jij dan een videootje erop zet of een videootje liked of wat dan ook, dan zie je dat ook gewoon op Twitter staan. Dat is erg makkelijk om dat te hebben. Ook als je net begonnen bent met een kanaal of wat dan ook, zorg gewoon voor dat je Twitter hebt. Zorg gewoon voor dat je mensen volgt en dat soort dingen. Want dan ga je echt, weet je, dan krijg je even meer, hoe moet je dat zeggen, meer contacten met je mensen. Daarom speel ik dan ook eigenlijk gewoon wie is wie. Omdat ik gewoon leuk vind om met subscribers gewoon ook af en toe te gaan gamen. Dus vandaar wie is wie gewoon erg leuk. Hoe vaak heb ik nou wie is wie gezegd? Nu zeggen? Nee, ik weet het ook niet. Oké, van de week dus weinig upload. En dat komt eigenlijk, ik ben voor de community, hè,
Voor onze geselecteerde groep, voor ons groepje, ons clubje, onze brothers, hoe kun je dat nog meer noemen? Ik weet het niet eens. Maar isolatiegroep noemt Paul het, hè? Vis, Paul en Erik noemt het ook isolatiegroep. Ik vind dat een beetje een isolatiegroep. Ja, ik vind dat niet echt een woord of zo, weet je. Tuurlijk, het is wel een woord, maar ja, als vriendengroep zijnde heb ik zoiets van, oké, isolatiegroep. Hè? Nee, het is het net niet. Maar goed, over de isolatiegroep te spreken eigenlijk. Ik ben bezig, de afgelopen 4 dagen ben ik bezig geweest met een website. Misschien is het je al opgevallen dat je een keer op Team Dief keek en dat je dacht van, hey, dat klopt iets niet. Het heet al Team Dief, maar het is allemaal anders. Of weet je, nou ja goed, ik ben daar al op teamdief.nl ben ik aan het testen. Zo direct willen we een andere domeinnaam maken en dat is weet ik veel wat. Daar wil ik het zo direct nog wel over hebben. Maar goed, daar ben ik bezig met de website voor ons. Wat ik heb gedaan, ik heb al in ieder geval wat aangemaakt, ook achter de schermen. Heb ik heel veel hulp gekregen gelukkig namens een subscriber. Ik ben alleen even zijn naam kwijt. Even klikken, even kijken of ik het zo snel kan vinden. Toine of zo. Zoiets schrijf je het. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt, maar Toine, Tony. Tione. Weet ik het. Een hele moeilijke naam heb je in ieder geval. Tenminste, dat vind ik wel met mijn dyslectische ogen natuurlijk. Maar goed, Gozer, ik wil je nog steeds even hartstikke bedanken voor alles wat je hebt gedaan. Ik heb nou Joomla 3. Ik had 1.5. Nou, dan loop je echt met de kloot, want dat faalt ook gewoon iedere keer. Dat is gewoon echt kloot is dat. Maar goed, nou heb ik Joomla 3 en nou lukt het wel vrij aardig. En ja, op zich wordt het wel een mooie site. Ik zou zeggen, jongens, neem gewoon eens even een keer een kijkje. Weet je, als hij klaar is. Jullie krijgen het allemaal te horen wanneer hij klaar is. Maar goed, de vraag is eventjes aan jullie. Wij zijn op zoek naar een naam. Wat we hadden bedacht met een aantal mensen, dat is gewoon TheDutchCommunity.nl. Nou ja, Paul vond het niet leuk en volgens mij waren er meerdere die hadden zoiets van, nou ja, dat is niet echt een hele leuke naam of zo. Nu hadden we zoiets van, oké, dan moeten we even een andere naam verzinnen. Maar ja, wat moet je nou als naam? Het is gewoon een vriendengroep, weet je. En natuurlijk is het een vaste vriendengroep en we willen er eigenlijk niet meer, weet je, het is weer al een beetje lastig allemaal. Maar goed, we zijn een paar keer gewoon goed genaaid. En nu hadden we zoiets van, nou weet je wat, we blijven gewoon onze groep houden zo. En ja, we gaan daar ook een website van maken en dat soort dingen. Maar nu zijn we op zoek naar een naam. Heb jij zoiets van, Jeff, nou misschien is dat wel een hele leuke naam voor die website. Weet je, dan kun je dat doen als huppelepuppelepup.nl of zo. Dan gaan we daar gewoon eens even naar kijken. En dat is natuurlijk gewoon heel erg leuk. Op een gegeven moment zet ik het gewoon allemaal in een rijtje neer. En dan... Nou, kan ik het natuurlijk ook even met die jongens erover hebben. Van, joh, moet je horen, dat en dat is ingezonden, dat en dat is gestuurd. Welke naam gaan we er voor gebruiken? En dan misschien gebruiken we dan jouw website naam wel. Natuurlijk moet die website naam, hoe noem je dat, die URL zeg maar. Natuurlijk moet die nog niet in gebruik zijn. Jezus, ik kom niet eens meer aan mijn woorden vandaan, joh. Maar goed, dan moeten we maar even bekijken. Stuur gewoon even een leuke naam in. We gaan er niet met van die kut dingen komen. Maar gewoon echt leuke namen. Dat je zegt van, nou Jeff, dat is misschien wel een hele vette naam voor je website. Of een URL'tje of wat dan ook. Nou, laat het dan even weten. Zet het gewoon onder in de reacties. En dan gaan we eens even kijken voor je. Of je nog wat kan winnen of zo. Of weet ik veel wat. Moet ik het ook even met die gasten over hebben. Wat we ermee gaan doen. Maar goed, dus zet gewoon even die naam er neer. Wij zoeken dan de leukste uit. En die gaan we dan ook gebruiken. Ik zou zeggen, jongens. Ik zit alweer bijna door mijn hele verhaaltje heen. Door mijn hele gesprek hierheen. Vergeet natuurlijk niet even een likeje achter te laten. Ook alles even met Twitter en zo. Dat is ook gewoon goed. Ik hoop ook dat jullie die gameplay leuk vinden. Want het is echt wel rag. En ja, gewoon spelen zoals je eigenlijk een COD game moet spelen. In plaats van dat geheadglitch in een hoekje zitten te klooien aan ze en dat soort dingen. Kijk, ik zie gewoon veel vaker... Ik zie het gewoon veel... Ja, ik vind het gewoon veel leuker om te kijken naar dit soort gameplays. En natuurlijk haal ik hem mooi, maar het is wel veel leuker, weet je. Kijk, ik ga nou best wel, weet je, je bent lekker bezig. Je haalt ondertussen ook wel gewoon je all specialist. Kijk, en dat is gewoon pro als je zo speelt natuurlijk. Ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet hem dus niet dat duimpje achter te laten.
Dan ga ik jullie morgen spreken. Tot later. Ciao.